Goedenavond in Christus beminden. Gaan wij verder met de bespreking van het kostbaarste wat wij op aarde bezitten, het heilig misoffer. Vorige keer bespraken wij het epistel, de tussenzangen en het heilig evangelie. Vandaag willen wij ons het heilig credo toewenden en voor een eerste keer ook een blik werpen op het offertorium. Starten wij met een kort gebed ter verering van onze heiland in het heilig sacrament. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen een schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus Pius V, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden, de grote tempel van Jeruzalem bestond uit twee ruimten, namelijk het heilige en het allerheiligste. En deze twee ruimtes waren gescheiden door een gordijn. Slechts eenmaal per jaar mocht de hoge priester, en hij alleen slechts, het allerheiligste betreden om het offerbloed op de ark van het verbond, de verbondsark van Mozes, te gaan besprenkelen. Ook onze heilige mis heeft een heilig en een allerheiligste gedeelte. De voormis of de catechumene mis enerzijds en de offermis of de mis van de gelovigen anderzijds. Tussen deze twee gedeelten, die beide heilig zijn, is er ook een soort van gordijn. Het credo, de geloofsbelijdenis. De toegang van het heilige tot het allerheiligste ligt in het credo. Het heilige is het deel waar er gebeden, gelezen en gepreekt wordt. En dat deel staat voor elke mens open. Want we moeten eerst Christus leren kennen om hem aan te hangen, om hem te beminnen. Wie echter tot het offer, tot het heiligste wat de aarde bezit, wil komen, er wil aan deelnemen, die persoon moet geloven. Want in de offermis voltrekt zich het mysterium fidei, het geheim van het geloof. Daarom staat het credo als een tussenstuk, als een poort die open of gesloten kan zijn op deze plaats. De eerste christenen kennen echter het credo in de heilige mis niet. Na de predikatie trad de diaken van de kansel terug naar beneden en verkondigde: Ite missa est, gaat, u wordt ontlaten. De deurwachters, de gewijde deurwachters, de ostiarii, voerden de heidenen, die geïnteresseerd waren, maar ook de reeds christelijke boetedoeners, uit het kerkgebouw. De deuren werden gesloten en de offermis begon. Toen echter in de 4e en de 5e eeuw, aldus na de vervolgingstijden, de theologie zich meer en meer ontwikkelde dankzij de kerkvaders, doken er in het oosten ketterijen op. Wij kennen er een paar: het arianisme, het nestorianisme, het macedonianisme enzovoort. De kerkelijke overheid vond het daarom gepast om het credo ook in de heilige mis in te voeren, om er zeker van te zijn dat enkel rechtgelovige christenen aan het heilig misoffer, het kostbaarste wat er op aarde is, wat ook het eerbiedwaardigste moet voltrokken worden, dat er enkel rechtgelovige christen zouden bij aanwezig zijn. In het Frankenrijk, niet Frankrijk, maar Frankenrijk, in West-Europa eigenlijk, zonder Italië, was het credo reeds gekend rond het jaar 800 in de heilige mis. Karel de Grote stuurde bijvoorbeeld een ambassadeur naar Rome
om de woorden filioque te laten invoeren in het credo om duidelijk te maken dat de Heilige Geest zowel van de Vader als van de Zoon filioque voortkomt. Niet enkel van de Vader, zoals de orthodoxen valselijk leren. In de Romeinse misliturgie in Rome, in Italië, vond het credo pas ingang rond het jaar 1014, te gelegenheid van de keizerkroning van de heilige keizer Hendrik II. De keizer bemerkte dat er in Rome geen credo werd gezongen, zoals overal elders wel het geval was. De keizer was daarover zeer verwonderd en vroeg paus Benedictus de 8e om uitleg. En de paus gaf daartoe volgende verklaring. Citaat. Daar de kerk van Rome nog nooit in ketterij is vervallen, heeft de Romeinse kerk het niet nodig trouw aan het geloof te bewijzen. Citaat einde. De keizer bad echter de paus dat hij toch het credo in de heilige missen zou invoegen. En als geschenk voor de keizerkroning, ter gelegenheid van Hendrikus II, stond de paus het credo ook toe in de liturgie van Italië. Het credo, mijn dierbaren, wordt nu enkel op zondagen en op feesten tweede klasse gezongen. Vroeger zong men het ook op het feest van de kerkvaders, zij die het katholiek geloof verkondigden. Op het feest van de patronen van de kerk en ook op het feest van Maria Magdalena. Dit laatste mag ons verwonderen. Waarom op het feest van Maria Magdalena, waarom zingt men daar het credo? Wel, de heilige Maria Magdalena is namelijk de eerste die de verrijzenis van Christus op paasmorgen aannam en ook verkondigde aan de andere personen. In de loop van de eeuwen zijn er 5 credo's ontstaan. De apostolische, de Nicenische, de Constantinopolitaanse, de Athanasische en het Tridentijnse. Deze 5 geloofsbelijdenissen, mijn dierbaren, bevatten geen verschillende leren. Zij bevatten allen dezelfde geopenbaarde waarheid, maar op verschillende manieren belicht, verschillende klemtonen gelegd. Net zoals er 4 evangelieboeken zijn, is er toch maar 1 evangelie, namelijk het evangelie van Jezus Christus. Maar volgens Matthäus, volgens Lucas enzovoort. Het opkomen van ketterijen, mijn dierbaren, zorgde ervoor dat men steeds aan de apostolische geloofsbelijdenis, de eerste geloofsbelijdenis, bijzinnen moest toevoegen of adjectieven. Zo werd bijvoorbeeld tijdens het concilie van Nicea in het jaar 325 de leer dat Christus God de Zoon is en ook waarlijk God is, beter gedefinieerd. En tijdens het concilie van Constantinopel in het jaar 381 werd dan weer de godheid van de Heilige Geest beter verdedigd en uitgelegd. De samenvloeiing van het credo van Nicea en het credo van Constantinopel, deze 2 credo's samen, vormen nu het huidige credo van het heilige misoffer. Ze zijn dus eeuwen oud. Werpen wij een blik op het credo, op de tekst. In het credo vinden wij 4 gedeeltes. De eerste 3 handelen over de 3 goddelijke personen als zonderlijk en doen vooral hun wezenseenheid naar voren komen. Het 4e stuk van het credo maakt de melding van ons geloof in de Heilige Kerk. Wij geloven in de Heilige Kerk, in het heilig doopsel, de vergeving van de zonden, de algemene verrijzenis van de doden, van de lichamen en het eeuwig leven. De aanwezigheid van het credo in de heilige mis toont ons, mijn dierbaren, die echte, hechte verbinding tussen geloof en eredienst. Onze cultus, onze liturgie groeit uit het geloof
en is een zintuigelijk waarneembare uitdrukking van de waarheden die in ons credo worden beleden. Wij kunnen dus nog aan het geloof sleutelen, nog aan de liturgie, zonder één van de beiden het andere te schaden. Wij moeten onze liturgie en het geloof bewaren zoals onze eerbiedwaardige voorouders het van Christus hebben ontvangen en ons overgeleverd. Zo niet doen wij schade aan onze eigen ziel en aan de zielen van de anderen. Komen wij nu tot ons tweede punt, het offertorium. Het offertorium is het eerste gedeelte reeds van de offermis. We hebben reeds de catechumene mis achter ons gelaten, na het credo. De offermis bestaat uit drie delen die u telkens dient bij te wonen om uw zondagsplicht te vervullen. Offertorium als voorbereiding, consecratie als hoogtepunt, communie als vrucht. Met de woorden van onze heiland in gedachten, mijn dierbaren, het offer aan het altaar achter te laten en zich eerst met zijn broeders, die men misschien beledigd had, weer te verzoenen, liet de kerk na het credo allereerst bij het begin van de offermis iedereen een liturgische vredekus geven. De diaken riep uit: groet elkander, niemand mag iets tegen een andere hebben, niemand mag een huichelaar zijn bij het offer van de liefde, bij het offer van de heilige mis. En de gelovigen, de katholieken, omarmden daarop elkander, vergaven elkanders fouten en spraken tot elkander: Christus is in ons midden. Mijn dierbaren, misschien is deze ceremonie om een of andere reden terecht weggevallen uit de heilige mis, maar de waarheid van Christus, vrede met anderen te hebben en ze in naastenliefde waarlijk te beminnen, dit gebod is niet afgeschaft. Trachten wij dus, als wij op zondag naar de mis komen, wat wij moeten, ervoor te zorgen dat wij in vrede zijn met iedereen. De laatste elke zondag opnieuw. Onze lieve Heer zegt eigenlijk elke dag: uw toorn moet voorbij zijn aleer de zon ondergaat. De naastenliefde is het hoofdgebod dat Christus ons gegeven heeft op de avond van zijn lijden. Na deze vredekus, na deze uitdrukking van onderlinge liefde, die echt belangrijk is, droegen de gelovigen in processie, in orde, hun offergaven naar het altaar. De diaken nam deze offergaven aan en plaatste ze in een zijkapel, op tafeltjes. Wat voor het heilig misoffer van die dag nodig was, werd afgezonderd. Al het overige wat de gelovigen brachten, werd voor het levensonderhoud van de klerus gebruikt of voor de armen. De offergaven van de gelovigen waren brood, wijn, melk, olie, wol, linnen, fruit, was, wierook, honing en zelfs dieren. Al deze gaven vertegenwoordigen het offer van de eigen persoon. Het eigen ik. Iedereen offerde daarom, groot en klein. Onze God, Yahweh, drukt het uit in de Heilige Schrift: gij zult niet met lege handen voor de majesteit van God verschijnen. In latere tijden ging men uit praktische redenen die klaarblijkelijk zijn over tot het offeren van geld, waarmee de kerk dan alle andere geofferde goederen zou kunnen verwerven. Denken wij eraan, mijn dierbaren, dat die kleine koperen munt van 1 eurocent, die u misschien in de schaal werpt, uw offer is aan God. Uw persoon vervangt. Hoeveel is God u waard? En laten wij toch niet, mijn dierbaren, met Kains gezindheid God eren. Leest u na wat Kain deed.
Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament kende men de tiende als rechtvaardigheid tegenover de gunsten welke men van de geestelijkheid ontvangt. Men verwacht die gunsten, men krijgt ze ook. En om onze deelname en dankbaarheid aan de en verbondenheid met het offer van Christus en het lijden van Christus uit te drukken, offeren wij stukken van onszelf die wij voelen. Een offer is een versterving, is een ontzegging. Dat is de zogenaamde actieve deelname van de gelovigen. Een overblijfsel van deze offergang van de eerste tijden vinden wij overigens nog steeds terug bij de wijdingen of bij de begrafenismissen. Bij de wijding van de klerus offeren de wijdelingen steeds een brandende kaars aan de bisschop. Bij de wijding van de bisschop zelf dient deze wijdeling, toekomstige bisschop, 2 broden, 2 flesjes wijn, 2 kaarsen aan de wijdende bisschop te overhandigen. Bij de begrafenismissen bestaat op bepaalde plaatsen nog steeds het gebruik dat de aanwezige gelovigen naar voren komen om een geldelijke offergave op een schaal te leggen nabij het altaar. Daar, in christelijke geloofsgemeenschappen die soms uit honderden mensen bestaan, de offerprocessie heel lang kon duren, naast die andere dingen die al heel lang duurden, liet de kerk een nieuwe liturgische gezang voordragen. De zang het offertorium. Reeds de heilige Augustinus liet deze zang voordragen om de afwachtende gelovigen in een vrome stemming en in een juiste offergezindheid te houden. Volgens de heilige Thomas van Aquino drukt deze offertoriumgezang de vreugde van de offerende gelovigen uit. Want de heilige Paulus schrijft aan de Korintiërs: God houdt van een vreugdevolle schenker. De priester, mijn dierbaren, dient als vervulling van het voorbeeld van Melchizedek en naar aanwijzingen van Gods Zoon zelf brood en wijn te nemen bij de offeranden. En dat is passend uit 5 redenen. 1. Wij offeren of wij nemen brood en wijn naar het altaar mee en geen andere gaven. Waarom? Omdat dat de schenking van ons eigen leven aan God uitbeeldt. Men moet zichzelf offeren, maar zelfdoding is niet toegestaan. En daarom schenken wij aan God die gaven dat we eigenlijk nodig hebben om in leven te blijven. En dat is ons voedsel, brood en wijn. Ten tweede is het passend brood en wijn naar het altaar te nemen en geen andere offergaven, omdat Christus, die als waar brood uit de hemel is neergedaald en zichzelf als een ware wijnstok beschrijft. Christus wil onze zielen voeden met zijn eigen lichaam, met zijn eigen bloed, en gebruikt daartoe de ons bekende voedingsmiddelen. Hij wil ons niet zichtbaar zijn eigen lichaam en zijn eigen bloed laten nuttigen, opdat ons dat zou afschrikken. Daarom neemt hij zijn toevlucht tot ons geliefde voedingsmiddelen, brood en wijn. De productie van brood en wijn laten ons ten derde ook denken aan het lijden van Christus, dat hij op zich nam. En daarom is het passend dat wij brood en wijn nemen voor het offer aan God. Zoals de graankorrel eerst door een molen moet geplet worden en door de gloed van de oven moet gaan om een glanzend wit brood te worden. En zoals de druif moest geplet worden vooraleer zij wijn kan worden, zo moest Christus ook vernederd, vervolgd en gedood worden om tot een heerlijkheid te komen, zittende aan de rechterhand van de Vader. Brood en wijn drukken ten vierde ook de kracht en de vreugde uit die wij uit een goede ontvangst van de Heilige Communie kunnen trekken.
Van brood heet het in Psalm 103 dat het mensenhart erdoor gesterkt wordt. En van de wijn heet het dat zij het mensenhart tot vreugde brengt. En zo moet ook onze deelname aan het heilig misoffer zijn, onze vrucht van de heilige communie. En daarom is het passend en billijk brood en wijn als offergave tijdens de heilige mis te nemen, die tot lichaam en bloed van Christus zullen worden. Ten vijfde is brood en wijn ook een mooi symbool voor de eenheid die alle gelovigen onderling of hun verbinding met Christus uitdrukt. Zoals vele graankorrels tot één brood worden, of vele druiven, druppels, tot één wijn worden, zo zijn de leden van de kerk, de leden van het mystieke lichaam, allen ledematen van dat ene lichaam van Christus, wiens hoofd Christus is. Werpen wij nog een blik op wat de juiste broodmaterie, wijnmaterie is, om geldig en liciet toegestaan gebruikt te worden tijdens de heilige mis. Om geldig geconsacreerd te worden, dient het brood tarwebrood te zijn. En weliswaar met natuurlijk water gebakken. In het Westen gebruikte men sinds de 8e eeuw ongedezen brood, omdat Christus ook zo gedaan heeft tijdens het laatste avondmaal. Voordien gebruikte men net, zoals in het oosten vandaag nog, gedesemd brood. Gedesemd of ongedesemd brood, dat doet niets toe aan de geldigheid of de ongeldigheid van de consecratie. Doch schijnt ongedesemd brood beter de heiligheid van Christus lichaam uit te drukken. Het zuurdeeg namelijk, waardoor het brood enigszins in bedorven toestand komt, is een beeld eigenlijk voor de zonde, die de ziel van de mensen met haar bederf doordringt, net zoals gist. Bovendien toont het ongedesemde brood, de ongedesemde hostie, ook aan dat het niet met normaal brood te vergelijken is, dat wat wij in de consecratie zien gebeuren en bij de heilige communie ontvangen, niets werelds is. De wijn dient uit vruchten te bestaan, niet uit chemie geproduceerd. De kleur van de wijn anderzijds is niet belangrijk. Een rode wijn zou weliswaar meer aan het bloed van Christus kunnen herinneren, maar omwille van de moeilijk te reinigen vlekken gebruikt men in het Westen eerder witte wijn. Bij deze wijn, mijn dierbaren, wordt in alle liturgieën van oost als van west een druppel water bijgemengd. Het bijmengen van water bij de wijn was reeds bij de Joden als ook bij de heidense Romeinen gewoonte. Christus heeft dat ook gedaan bij het laatste avondmaal aldus. Weglaten van deze toevoeging van water in de wijn betekent voor de celebrerende priester een doodzonde. Uitsluiting van het hemelrijk. Dit water is namelijk het zinnebeeld voor het water dat uit Christus zijde vloeide toen hij aan het kruis hing, terwijl de wijn zijn kostbaar bloed is. Dit water dat bij de wijn wordt toegevoegd is ook een symbool voor onze eigen deugdelijke werken, die weliswaar klein en zonder smaak zijn, maar die toch samenkomen met de wijn en het levensoffer van Christus, die wel smaakvol en geurend is. Zij worden één en worden God de Vader opgedragen. Daarom, mijn dierbaren, tracht u bij het offertorium steeds uw eigen zorgen, uw eigen problemen te verenigen met het kruisoffer, omdat zij bij God de Vader mogen komen, Hij ze mag zegenen en u de kracht mag geven om uw kruis te dragen. En wie weet zal hij zelfs uw kruis wegnemen. Christus, we winnen tenslotte, het is tijd. Als wij de volgende keer het heilig misoffer bijwonen en het credo bidden of zingen, en doen wij dat met een bepaalde fierheid. Beseffende dat wij een erfgoed hebben
van onze voorouders. Het is van Christus zelf ontvangen. Het is de geopenbaarde waarheid. Op aarde is niets zeker, behalve dat credo. En blijven we dus steeds aan trouw. Laat het credo onze richtlijn zijn. Laat het credo ons principe zijn waaruit wij leven. En ondertekenen wij het desnoods, zoals zoveel heiligen, het credo met ons bloed. En laten wij ons ook bij het heilig offertorium onszelf offeren. Dat is zo belangrijk. Offeren wij onszelf, onze goederen, onze aangelegenheden. Leggen wij ze op de pateen, brengen wij ze in de kelk mee, omdat ze meegenomen worden in dat offer. Een dag niet geofferd is een dag verloren. En zo, mijn dierbaren, als we dat alles op het altaar leggen, zal ons leven ook geheiligd worden. Ze worden geheiligd in de consecratie en we zullen in de heilige communie de kracht ontvangen om werkelijk een katholiek leven te leiden. En dat, mijn dierbaren, dat wens ik u toe en dat willen wij nu ook tenslotte onze lieve vrouw om vragen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. En dierbaren, dan hoop ik u bij de volgende conferentie terug te zien. Ik wens u nog een goede avond en God zegen.